Ik ben helemaal in de war, ben ik. Hoeveel moet er precies op mijn oogbal? Hallo lieve mensen, aangezien jullie mijn video van laatst, waarin ik een week helemaal zonder make-up door het leven ging, zo leuk vonden. Tenminste, dat leek zo. Leek het me leuk om het deze keer helemaal anders aan te pakken. Ik ga me namelijk een week lang elke dag opmaken volgens een make-up of beauty tutorial. Uiteraard weer onder het mom van uit je comfortzone komen. Jullie weten dat ik daar heel erg voorstander van ben. En bij deze is dat ook echt zo, want ik heb echt heel weinig make-up skills. Ik doe altijd maar wat. Dus dat wordt wel weer een uitdaging. En blijf kijken, want misschien krijg ik Max nog wel zover dat hij een mannelijke make-up tutorial doet. Let's go. Oké, ik weet niet wie er heeft bedacht om fucking 5:15 beauty tutorials te gaan doen. Maar die persoon is ontslagen. Ik ga om 8:00 sporten, kickboksen. Dus ik heb voor een sporty look gekozen. Let's go. Oké, zij heeft een of andere speciale foundation die dus niet in je poriën gaat zitten. En in plaats daarvan heb ik, want dat is natuurlijk allemaal veel te moeilijk, deze soort van BB cream. Dat is een vegan merk. Die heb ik aangeraden gekregen van een kijker. Hoe heet ze? Fit met Isabelle. Dankjewel, Fit met Isabelle. Dus die ga ik gebruiken. Oké, alleen nog mascara en dan ben ik klaar. Het heeft me letterlijk 6 minuten gekost dit. Tadaa, klaar! Max, wat vind je van mijn gym make-up look? Wie is Jim? Ik weet niet zo goed wat er anders aan is. Ik heb echt 15 producten minder gebruikt dan normaal. Nou, dan weten we dus dat we voortaan geld kunnen besparen. Oké, wat vinden jullie van mijn sporty make-up look? Ik vind dat je helemaal geen make-up nodig hebt. Zeker niet met een sporter. Oké, ik ga vanavond uit. Ik heb een broers-zusdag. Ik ga dus met mijn twee broers partyen. Ik ga dus een hele uitgebreide nighttime look doen, zeg maar. Die volgens mij best wel heftig is. En iets wat ik normaal echt nooit draag. Dus laat het blamuren beginnen. Oké, echt de laatste keer dat ik oogpotlood in mijn waterlijn had, was ik denk ik 14 jaar. Wat vind jij ervan, Max? Ik ben al in de war van oogpotlood in mijn waterlijn. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar vind je het mooi, dit hoofd? Ik vind je wel shiny. Ik vind je er valt echt beter uitzien op de camera. Oké, je had erbij moeten zijn. Ja. En wat vind je van make-up? Ik vond het eigenlijk leuker in die week dat je geen make-up droeg. Oké, duidelijk. We zien natuurlijk allemaal heel graag Max lijden. Ik in ieder geval wel. Dus Max gaat ook een make-up tutorial doen. Nou ja, weet je, ik heb toen gefaald met op jou smeren. Misschien heb ik gewoon meer canvas nodig. Ja, precies. Grote hoofd. Meer oppervlakte. Max heeft natuurlijk vaak een bril op en dat is natuurlijk niet leuk met een volle make-up look. Mag je niet om lachen, die heb ik nodig. Dus we hebben lenzen gekregen, deze. Oh. Een heel leuk pakketje. En die mag jij uitpakken. Tony's reep, altijd goed. Oké, dit is dus Miru daglenzen. En wat ik dus super tof vind is, ga jij maar ondertussen de lens in doen. Eerst handen wassen. En wat ik dus heel erg tof vind, is dat het een duurzame verpakking is. Het doosje is namelijk gemaakt van de afvalstoffen die vrijkomen tijdens het maken van de lenzen. Wauw, science. Echt science. Super dun, dus dat kun je ook gewoon meenemen in je portemonnee. En het zijn dus één dag lenzen, wat het gewoon super handig maakt voor op vakantie gaan. En zet je zo? Ja. En een vrouw, hier zit hij, wauw. Om mee te nemen naar het sporten of naar het strand of... Eigenlijk voor verschillende willekeurige situaties waarin je graag dingen wil zien. Max heeft zijn lens in en ik heb deze tutorial voor hem uitgezocht. Succes! Oké, ik ga je helpen met de producten. Let's go! Deze video is 3/4 van Max. My face does not fit in the mirror. Oh, kijk eens. Dit doet wel iets. Ik moet er ook zo mee doen. Hoe krijg ik die, ik heb al 4 weken niet gegeten, hongerkaaklijn. Gaat die straks nog doen. Oh ja? Oh, dan ga ik ook met de ene verf over de andere verf. Hoeveel moet er precies op mijn oogbal?
Even die groeven dicht plamuren. Je kan mij meer vertellen, maar dit is natuurlijk schitterend. Oh, you don't want to blend down. Oh. You don't want to blend down. Blush? Dan moet ik bij lachen, hè? I never smile. Highlight of my life. Iets hoger. Eyebrow fiber gel. Ik zie eruit als Jim's dad from American Pie. What the motherfucker? Ik lijk nu op Joey. It's like a little baby caterpillar chasing its mama. It's like a baby caterpillar chasing its mama. I don't usually surf the internet. Eyebrows. Dit was een groot succes. Ja, duidelijk. Jezus, wie is deze man? Nou, even de lipjes nog aan het einde. Even nu. Laatste puntje, want we willen natuurlijk niet dat dit ooit verloren gaat. Moet ik er gewoon... Nou, ik ben klaar voor een drukke zaterdag vol avonturen. Oh, heel mooi. Vaker doen. Heel pretty. Nieuw day, nieuw tutorial. Vandaag hebben we een dinertje van Max's moeder, die is jarig. Dus ik heb gekozen voor een easy, neutral glam look with no false lashes. En het moet er zo uitzien. Hopelijk is het een groter succes dan gisteren. Oké, dit is het resultaat. Ik vind het mooi. Mijn ogen springen eruit. Daar hou ik van. Ik vind wel dat ze echt een super rare volgorde heeft aangehouden. Daar snap ik helemaal niks van. Ik weet niet hoe jullie dit altijd doen, maar ik begin altijd met foundation en concealer. En ik doe daarna mijn ogen pas. En ik ben helemaal in de war, ben ik. Schoonmoeder, wat vind je van make-up? Heel mooi. Ja, vind je mooi? Ja, ik vind het echt mooi. Ja, ja, ja. Yay! Ja, je wangen zo ook zo mooi. Ja, ik vind het mooi. Ja? Ja, ik ben blij met je. Yes. Oké, ik ga een look doen waarbij je niet ziet dat ik make-up op heb. Oké, Lisa, wat vind je van mijn look? Lijkt het alsof ik geen make-up op heb? Nou, het is een natural look. Ik yes, zie wel dat je mascara op hebt. Ja. Yeah. Maar, natural beauty. Oké, vandaag een look met donkere lippen. Hij is van Masha van Beauty Gloss. Wie kent hem niet? Heel erg uit mijn comfortzone. Dit doe ik echt nooit. Er zitten ook nog nepwimpers bij en dat kan ik helemaal niet. Dus, let's go. Oké, dit is echt vreselijk. Die lippenstift zit echt zo raar. Nope. Ik vind de ooglook best mooi, al kan ik echt nog steeds geen wimpers opdoen. En de huid is mooi, maar verder zal ik dit niet snel meer dragen. Wat zei jij net, Daisy? Dat we het er unaniem over eens zijn dat je dat kleurtje niet meer moet doen, hè? Nee. Ik wil wat vind je van mijn look? Ja, ik denk een beetje gothic is nooit goed. En ik moet eerlijk zeggen, die paarse lippen passen wel goed bij je trui. Dat heb jij goed gezien. Ja. Wat was jouw favoriet en heb je een tutorial die ik absoluut nog eens moet proberen? Laat het me dan weten. Ik vond het weer een heel erg leuk experiment. Heb er allemaal ideetjes op gedaan voor nieuwe looks. Bedankt weer voor het kijken. Bye bye.